Wel, dames en heren, Kenan Çavuşoğlu is een van de absolute toppers van het handfree ten kate team in de supersportklasse. Kenan, de paddock show hier, you have many fans. Yeah, it's nice to see like this spectator because first three races I did not see so many people on the track. Now in Assen like this, I'm very happy because this is a special race for us, especially for my team and for me, like feeling home track. Hopefully I can win in front of a lot of people in this race. Jonathan, welcome here in Assen. What do you think about the races on Sunday? I'm really looking forward to it. You know, I had one of the best races of my life here in 2008 on Supersport, and also last year I had my first top five of the year, so I'm really looking forward. Deze meneer staat al anderhalf uur hier bij de artiesteningang van de Paddock Show. Of wie sta je te wachten? Maakt niet uit wie. Iedereen. Dus dan moet je nog wel even blijven staan waarschijnlijk. Maar waarom? Waarom wil je iedereen zien? Handtekeningen op eigen foto's vragen. Handtekeningen op eigen foto. Verklaar eens even nader. Je hebt twee geweldige boeken in je hand. Je maakt foto's van iedereen en daar wil je dan een handtekening op hebben. Zoals dit. Voor iedereen. Ik weet niet of je deze kent. Prop Parks. Iedereen zo ongeveer die ik voor de stift kan krijgen, probeer ik een handtekening te krijgen op mijn eigen foto. U heeft uw favorieten gezien? Ja, nou niet allemaal, nou niet allemaal. Om wie komt u? Ik ken je net. Haga. Did you see the new corner, the Ruskin hook? Yeah, I did with the bicycle, I believe. A little bit slower than tomorrow. But we'll see. We need to test. Looks very fast, and maybe all the section new turn with the other one on the left and then right can be interesting.